Hier vlakbij ons staat een oranje uitroeptekentje, wat vermoedelijk betekent sidequest. Laten we eens even kijken of dat inderdaad zo is. Er ligt een brief. Eantidis the Proud. Strange name. Nieuwe quest. Collect the treasure hidden by Eantidis. Contains hints to the treasure. Okay. Moeten we dat dan gaan lezen? Is dat dan de gedachte? Eagle Bear. You saved me at the burning village and got away with it. Will never be in debt. I got to pay you back. Hidden treasure for you between the pair of evergreen trees south of Potidaya. Between the evergreen trees south of Potidaya. Dit is Potidaya. Nee, gaan we daar maar eens eventjes op onderzoek uit. Thank you, Malakka. En Malakka was een scheldwoord, maar... We hebben deze man zijn leven gered. Hij wil ons bedanken met... Ja, met geld, denk ik. Ik weet het niet. Of het is een val. Dat kan natuurlijk ook. En dan loopt hier een beer. Dan loopt hier twee beren. Dan loopt hier drie beren. Dan vier beren. Fuck. Dan loopt hier 100.000 beer. Hey, come on, come on. Ja, dit was een slechte tactiek. Beren die zijn wel gevoelig voor fire damage, denk ik. Zo. Komt er nog één aan. Zo. Exploration area. Red apple, jar of honey. Carefully crafted helmet. Oké. Okay. Nou goed, dan staat het vast. Dan schiet dat niet op. Dan gaan we gewoon die volgende ding hier ook pakken. Die volgende side quest. A curious request. Starting the hunt. Nee, doen we eerst dit. Dead man rises. Hope you can swim, pirate scum. That's how the real Eagle Bearer deals with pirates. Wat? Ik heb een beer vermoord en ik begin te schreeuwen over piraten. Ik ben delirious. Hier ligt een bootje. Ja, we gaan gewoon door naar die volgende quest maken. Kijk, ik ga niet een video maken alleen maar van daar ligt een schat, we rapen hem op. Dat schiet niet op. We gaan kijken wat hier dan de volgende hint is. Lijkt op een kamp dat verlaten is. Er ligt ook een dode man. Een briefje. Hilas's notes. Find and acquire the order relic in the camp. 1200 meter. Dat is de eindloop. En ik heb daar nog geen fast travel. Dus hopelijk is er aan die kant van het eiland ook nog een fast travel. Die kunnen we dan later weer gebruiken. Ik bedoel, als deze hele DLC pack zich afspeelt op dit ene eiland. Is elke fast travel meegenomen. Macedonia. Meter. Ja, gelukkig loopt het paard hard genoeg. 1000 meter lijkt heel veel, maar inderdaad, als je op je paard zit, dan ben je er zo. Oh, ik hoor weer een beer. Word ik weer aangevallen.
zoeken een Order Relic. En de Order, dat zijn dus dat is die cult van dit eiland, die we dus ook moeten uitschakelen. Naar verluid. Er is hier ook een vraagtekentje op de map, die wil ik dan eigenlijk ook wel meepakken. Maar dat zal dit camp zijn. Ik ga erop. Kijk, vijanden, vijanden, vijanden. Aristeas Military Camp. Ja, die lui staan hier allemaal op de uitkijk. Die kan ik niet zomaar hier aanpakken, evenreen. Denk ik. Hup, mee de bosjes in. Prik. Dat is één. Hij kan mij niet zien, ik zit in de bosjes. Hij is wel level 29, dus hij is wel sterker dan... Dat ik kan killen waarschijnlijk, ook omdat het een bos is. Hij gaat alleen slapen. Nee, critical assassinate, het kan wel. Hij denkt iets gehoord te hebben, maar weet het niet zeker. Dus hij gaat niet op onderzoek uit. Dat werkt in mijn voordeel. I should check that. Nee, dat hoeft niet. Critical stealth attack. Ik kan hem dus niet killen. Met een stealth attack. Hij is toch wel degene die kijkt naar mijn objective. Misschien weglokken en dan naar die objective lopen. Is dat haalbaar? Dus kijken. Kijk, als hij nou linksom loopt. Wat hij ook doet. Gaan jullie lekker met die leeuw vechten? Kijk, dat vind ik wel een goeie. Kijk, als hun met die leeuw vechten, alle damage die de leeuw doet, die is voor mij meegenomen natuurlijk. Gaan we hier wel zien, zo denk ik. Ja.
damage die je kan doen meegenomen. Nicodemus. Mijn critical heavy attack met fire. Hebben we. Aanpakken die gasten. Loetje meenemen. Wat staat erop? Order Relic Note. Joining the order. What could go wrong? Joining the order, what could go wrong? Gather bear furs. Oké. Okay. 5 beren gaan killen. Heb ik daar nog wel een fast travel in de buurt bij die beren? Kijk, hier is een cultist. Nee, ik heb daar geen fast travel. Er is überhaupt geen fast travel op de hele eiland, behalve deze. Maar goed, dat is wel weer een lichting dichterbij. Ik kan niet fast travel omdat ik in deze camp zit. Dus daar moet ik eerst uit. Hier is de uitgang, hier is nog een kistje, laat jullie even looten. Zal dan toch hier zijn. Kijk, Horned Helm. Dan heb ik dit hele kamp ook geloot. Ga weer XP voor. Location complete. Dan heb ik Bearskins. Want we zitten nog steeds in Dead Man Rises. Fast travel hier naartoe. Dan hoeven we daarna nog maar een stukje door te lopen. Veel loopstukken, omdat hier dus geen fast travel punten zijn op dit land. Behalve deze waar ik begin. Hup. Paard, meekomen. Op naar de questmaker. Gaan op berenjacht. They are spotted around the bear den. Ja, dat lijkt me logisch. Dat beren in een berenhol wonen. Het lijkt er niet op dat hier nog een fast travel in de buurt gaan tegenkomen. Dit zijn herten. Die zoek ik niet. Ik zoek echt beren. Dan moet ik dus een aantal beren gaan killen. Lijkt me ook niet... niet onveilig. Of niet veilig bedoel ik. Olynthos Fortress. Hier is ook de baas van de regio. Maar daar ben ik niet per se naar op zoek. Dat betekent natuurlijk oorlog. Kill Polemark. Daar lopen beren, ik zie ze. Kijk, hier loopt een beer. Kijk, gelijk die leeuw erbij als vijand. Zo, bear fur erbij. Hier is mijn paard. Meer beren hier. Ja, hier. Oh, kijk eens. Oh nee, dit zijn die wolven van die andere quest. Dat zijn die wolven van die andere side quest. Als we dan toch hier zijn. Met een koningswolf. Nee, wolven jou niet van vuur, dat is wel duidelijk. Klets. Ik krijg nu niet een aankondiging dat ik die sidequest gehaald heb. Die sidequest van kill die wolven.
Xerxes Sacrifice of the Nine? Oh, er is hier toch nog een fast travel point. Ah, die moest ik alleen nog ontdekken. En dan pakken we die toch nog even mee. Zal daar die tempel zijn? Amphipolis. Goed afgestapt. Als Klepion. Heb ik er meer van gezien als Klepions. Maar het is dus wel, hè. Elke fast travel die je kan meepakken is meegenomen. Amphipolis. This will be a great empire one day. Amphipolis. Kijk, Asclepion, daar bovenop. Fast travel activeren. Want als ik een fast travel heb aan alle kanten van de wereld, dan werkt dat in mijn voordeel. Hoppakee. Dan kunnen we daarna wel weer verder op jacht op die beren. Het killen van al die wolven net. Het waren sidequest markertjes stonden erop, maar het heeft me niks opgeleverd. Of in elk geval niet een pop-up van hoera, je hebt het gehaald. Ik kan wel even kijken bij de quest log of er iets over staat. Starting the hunt, nee, die hadden we al. Talk to Nima. The city that cried wolf. Hier, find and kill the huntsman's wolves. Ah, ik heb een aantal van de wolven gekillt, maar er is nog een locatie met wolven. Goed, we gaan nu eerst naar de beren toe. Waar stuurt u mij nou naartoe? Naar deze man. Need anything mysterious? I heard you're the person to talk to around here if I have bear pelts to sell. Ah. You don't have enough bear pelts. Come back when you do. Ah, we moeten eerst beren killen en dan die aan hem verkopen. De bear den. Daar zijn wolven, daar zijn wolven. Die bear den is gewoon heel ergens anders. Ik moet gewoon door het bos heen lopen. In de hoop dat ik beren tegenkom. En dan bij die waypoint is dus de man aan wie ik die bearpels moet verkopen. Dus conclusie, terug het bos in. That's right. Come on. Terug het bos in. Op zoek naar beren. Told to roam in northern Macedonia. En daar loop ik nu heen naar het noorden. Ik zie hier zo gauw geen beren. Area not available. Wat? Oh, dat is het einde van de map. Einde van de map. Nou, beren, kom op. Ella. Of überhaupt wildlife. Ella. Helemaal geen wilde beest hier. Hier, nou, daar is een groep wolven. Dan gaan we daar maar naartoe.
toch zoekende zijn. Hopelijk onderweg nog wat beren tegenkomen. Beren op de weg. Lijkt er niet op. Maar goed. Het paard ligt in één keer op de grond. Oh, lekker. One shot kill. Flash. Kom, paard. Kom. Ik zoek beren. Maar die zijn duidelijk niet hier. Ik zie hier nog wel een vraagtekentje. Gaan we daar maar even heen. Dat we in elk geval iets nog ontdekken. Ja, en we zoeken dus nog 3 beren. Amphipolis. Amphipolis Farm, oh ja. Beren, 3 stuks. Around the bear den. In het noorden. Ik moet dus gewoon een beetje hier zo door het noorden blijven lopen. In de hoop dat ik beren tegenkom. Ik had net al wel eerder al beren gezien. Hier is het einde van de map. Kan ik niet heen. Dus dan moet ik hier nu een beetje naar het westen lopen. En dan ja, onderweg beren tegenkomen. Dat is wat we moeten doen. Around the bear den. Die dus niet op de map staat. Ella. The unexplored Mount Pangaeon region. Kijk, hier zien we weer herten. Ja, waar herten zijn, zijn misschien ook wel beren. Ik bedoel, beren kunnen ook op herten jagen. Ja, kijk, een beer. 2 beren. Loot. Zo, nog 1 te gaan. Is dit een dode beer? Nee, is een het. Hier zo. Jij zoekt ruzie nou, beren. Ik niet. Ja.
Deze beer zoekt nu ruzie, jongens. Jullie zien het, ik ben vredelievend. Revenge can drive people to do foolish things. Bear fur, bear fur. 5 van de 5. En dan moet ik nu dus naar die koopman brengen. Maar daar kan ik nu gelukkig wel naartoe fast travelen. Er is ook een cultist vlak achter mij. Laat ik die dan eerst pakken, als ik daar dan toch ben. En als ik hier dan toch ben, dan pak ik eerst die cultist nog even mee. Ik hou niet van cultists. En zij niet van mij. Uitschakelen al die cultists. Daarna kunnen we toch fast travelen. Dit is de bear den. Er is een grote witte beer is erbij. Zie je dat? Een grote witte beer. En een cultist. De grote witte beer telt als de alpha animal. En die Platagone die telt als de cultist. Faithless worm. Wat een taal gebruikt die vrouw tegen mij zegt. Hier, neem een critical attack in je gezicht. Nog een witte beer. Oh nee, dit is weer een normale beer. Ah, I'm on fire, I'm on fire. Ja, dat klopt. Hier. Confirm ancient kill. Is hier nog een beer die mijn aandacht behoeft? 2. Twee beren die nog mijn aandacht behoeven. Zo, nou niet meer. Confirm ancient kill. Hier. Nog een beer. Is nu klaar met al die beren? Mooi. Dan gaan we fast travelen. Naar hier. Zodat we die bearskins kunnen inleveren. En er is dus een cultist minder op het eiland. Dat is waar we het natuurlijk allemaal voor doen. Voldoen. Dat is waar we het allemaal voor doen. Het uitschakelen van de cultists hier in het openbaar. Zo. Vakkundig in de bosjes gesprongen. 5 van de 5 bearskins. Wat heeft deze man ons te vertellen als we die bearskins aan hem geven? Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Dead man rises. Let op. It's you. Do you have the bear pelts we talked about? You're in the right place if you want to give me bear pelts. Here are the bear pelts. Over here. Oké. Hij heeft een geheim. Een papier. Oh, I forgot the code. Hold on. Code. I always do that.
In the beginning there was chaos. What? What is this about chaos? The code. You know the code, right? That's not the right answer. I'm but a small tool in the hands of the gods. But sometimes that's what they need. Er is een code. We hebben wel geleerd dat er weer een cultus bij is. Is deze man een cultus waar we nu mee staan te praten? Everyone got a plan. Until the first bone breaks. This man's life was a tragedy. Hij valt me aan met een bezem. Wat denkt hij nou? Assassinate the Watcher. Dat is Dead Man Rises. Waar vind ik The Watcher? Is hij dat? Echion the Watcher. En is hier nog een cultus? Conan the Fighter. Maar ik zoek nu Echion the Watcher. Even uitkijken dat ik niet hier getarget word, omdat ik net een civilian gekillt heb. Dat is niet het geval. Echion the Watcher. Moet ik die man hier midden in de stad gaan killen? Wie zijn al die boeren die met hem meelopen? Het zijn gewoon boeren die hier lopen met een ezel. Nee, hij heeft mij gezien. Hij heeft mij gezien. Ik moet nu gelijk hier de strijd aangaan. Het lijkt gewoon echt op een groep boeren die ik hier aan het bestrijden ben. Kom dan. Critical attack, Echion. Hou je daarvan? Dat is Echion. Zijn hulpje krijgt nog een critical attack in zijn gezicht. Confirm kill. Huppakee. Weer een cultist minder hier. That's for what you did to my family. Dead Man Rises. Hebben wij ook gehaald. En nu hebben we denk ik wel het target op ons hoofd. Nee. We hebben net iemand gekillt. Dead Man Rises. Echion the Watcher. En we hebben hier 200 meter verderop nog een cultist. Ja, die ik gewoon ook ga killen. Dat doe ik ook nog even in dezezelfde video. Ik bedoel, we zijn hier toch. We zijn hier nu toch met die cultist bezig. Dan pak ik die nog even mee. Dan beëindigen we daarna deze video. Honderd meter. Hier bovenop, daar is hij. Hij is hier alleen. Zie ik dat goed? Harass. Oh, ik kan mijn vogel inzetten om hem te harassen. Maar er staan hier wel allemaal level 30 mannetjes. En een wolf. Ah,
Als ik gezien word, dan ben ik gelijk de Sjaak. Is daar ook een ancient tablet? Keep your distance, Mistyos. Ik mag hier niet komen. Oh jongens, ik ben niet eens binnen geweest. Het was niet mijn bedoeling om hier zo gezien te worden. Ik wilde daar niet eens naar binnen. Ik wilde hier niet eens naar binnen. Ik word hier gewoon keihard genakt. Ik doe wel goede damage. Hier nog een critical erbij. Oké. Conan de Fighter, aangepakt. Get out of conflict. Die mannen kijken niet eens naar mij daar. Ik zal ze toch moeten bestrijden. Als ik iets wil. Zie je dat? Ze willen toch vechten. Critical erbij, heb ik één. No, ik sta in de fik. Dat klopt, je staat zeker in de fik. En nu ben je dood. Wij dodgen deze attacks vakkundig. En dan krijg jij ook nog een critical in je gezicht hier. Voor 12.000 damage. Heb ik één. Kijk, jeet. Zo. Xerxes, Sacrifice of the Nine. Een hoop geld. Hier ligt nog een loertje. En die Ancient Tablet moet ik nog oppakken. Heel veel paarden liggen hier. Dan pakken we nog die Ancient Tablet. En dan hebben we daarmee dit gebied gepakt. Kijk, hoppakee. Ancient Tablets plus 4. We kunnen in het cultistmenu hebben we er dus iedereen aan de linkerkant gekillt. Dan moeten we alleen nog aan de rechterkant. Maar daar gaan we door de quests heen wel wat van vinden. Een betere boog. Ja, plus 115 damage. Quest items. Hebben we ook gevonden. Betere helm. Level. Ja, extra fire damage. Lekker. Betere armor, level 31 kan ik nog niet aan, die wel. En die is ook beter. Betere schoenen, level 31 kan ik nog niet aan. Oké. Kan er nog iets met mijn schip? Kijk, javelin throws. Linker muisknop is javelin throw. Ik vergeet dat elke keer. Die javelin throws, als we dichterbij komen. Maar dit vergeten we niet. Oh, dit kost me wel al mijn geld. Maakt niet uit. Deze video hebben we dan ook opgelost. Xerxes, the Sacrifice of the Nine. Dead Man Rising. Twee cultists. Niemand staat mij in de weg. In de volgende video gaan we verder met de volgende missie. En daar zullen wij van gaan maken. Zullen we eens even kijken. Starting the Hunt. City that cried wolf. Ja, zullen we dat doen? Eerst die wolf. Ja. In de volgende video, The City that cried wolf. Wij zien jullie graag daar weer. Joejoe.